30-40 kilometer te hard binnen de bebouwde kom. Ja, kijk. Maar één rail ligt ook nog. Ja, laten we maar eens even met deze meneer gaan praten. Een hele goede middag, meneer. Heeft u een idee waarom we u staande hebben gehouden? Niet per se, Rick te hard. Mag ik even zitten? Dan kan ik het u laten zien. Oh, ja, sorry. Ja, tuurlijk. Ja. Heel goed. Nou, ten eerste viel het ons op dat uw remlicht het niet doet. Ja. Okay. Maar daarna, ja, excuus helemaal, uw rijgedrag was behoorlijk asociaal daarna. Hup, daar gaat meneer. Ja hoor. Nou, hoppakee, door rood. Jongen, wat ga je nou doen, man? Hè? Wat die doen, man? Zeeën van ruimte. En kijk, hier rijdt u gewoon een fietser aan. Hier nou weer. Hè? Nou, die heb ik niet gezien. Maar goed, dan blijft het er niet bij. Hè? Want een kwartiertje later doe je dit. Wat gaat hij nou doen? Gaat hij weer stoppen? Gaat gewoon een mes, joh. Gaat gewoon een mes in zijn auto. Ja, je hoort niet mensen neer te steken, dat geef ik nu toe. Dat kan niet, hè? Wat gebeurt hier dan? Hè? Bankoverval. Ja, gewapende bankoverval. Ja. Dat mag ook niet, hè? Binnen de bebouwde kom. Ja, maar dat is iets. Dat is iets wat je dan aan het doen bent en dan vergeet je het. En nu zie ik het terug en denk ik, ja. Maar hier. Wat is dit nou voor gek? Wat heeft die jou misdaan? Ja, denken wij dan, als we erachter rijden. En hier gooi je een peuk bij een baby. Wat is nou, joh? Jeetje, mijn nou. Ja, ik moet stoppen. Ik ben elke keer gestopt, maar... Ja, natuurlijk. Maar dan zit je even later. Hier, zit je jezelf te bevredigen op een roman van Thea Beckman. Ja, maar dat is niet strafbaar. Nee, maar helemaal normaal is het ook niet, hè, meneer? Ja, maar het is mijn eigen auto. Natuurlijk. Was dit het? Nou, ik wil ook nog eventjes in de achterbak kijken. Goed. Even open maar. Ah, wat is dit? Ja, een clown. Ja, ik zie dat het een clown is, maar wat doet hij in de achterbak? Ja, ik hou niet van clowns. Nee, meneer, we houden allemaal niet van clowns. Maar dat is nog geen reden om ze in te mishandelen en in uw achterbak te stoppen. Nee, snap ik. Ja. Dat was gewoon een impuls. Ja, dat snap ik. Maar goed, u begrijpt, ik kan dit niet door de vingers zien. Ik moet een bekeuring geven voor dat kapotte remlicht. Ah, kut!